Yo mensen van Run Crew, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video moet ik even het uitleggen. Hier en daar is wat gebeurd, dus ga ik hem allemaal uitstippen. Maar het nieuws wat het allerbeste is van het hele kanaal, wat ik vandaag kan laten weten. Dus even naar de badkamer. Jullie vragen me, waarom de fuck moet je naar de badkamer? Hierom, wacht, is het licht ervan? Hier, zo. Oké, ik ga het nu omdraaien, let op. Hij is er weer hoor. De camera. Super ziek. Dit is trouwens niet mijn. Dit is trouwens niet mijn oude. Dit is mijn allernieuwste. Want het vorige ding wat ik had, die is kwijtgeraakt. Door het bedrijf. En dat is dus niet zo tof. Dus ze hebben een hele nieuwe gegeven. Dat is deze. Dus deze is helemaal gloednieuw. Vandaag pas gekregen. Dit is de eerste video die ik hiermee opneem. En ja. Tof om hem weer terug te hebben. Dus wij gaan weer lekker toffe foto's maken, nieuwe video's filmen. Ik heb sowieso een paar toffe video ideeën voor jullie om te gaan kijken. Gaat fucking vet worden. Ik kan er al eens eentje zeggen. We gaan dit weekend gaan we naar 0-10 tricks. Ik heb een paar nieuwe tricks geleerd. En die ga ik daar voor jullie even gooien en oefenen. En misschien ga ik een triple doen. Misschien, ik weet het niet zeker, ik denk het wel. Kijk, mijn setup er maar even lekker bij liggen. Het is echt een rotzooi, kijk. Ik weet niet wat dit is. Pillen, die zijn niet voor mij. Echt voor mij. Koffie, mijn horloge ligt daar zelfs. Weet je wat irritant is aan broertjes? Mijn broertje, Roy, die had altijd spullen van mij. Net zoals dit. Deze playseat hier zo, die is voor mij. Die hoort daar te staan. Maar mijn stuur is gebroken, dus ik kan hem nu niet meer gebruiken. Dat vind ik echt heel erg vervelend, want dan kan ik geen racegames meer spelen. En hij jat ook altijd mijn oplader, maar deze is van hem. Die van mij heeft helemaal gejat en kwijtgeraakt. Dus. En ik maak dus heel vaak intro's, maar dat zet ik nooit op YouTube. Ik maak, zo wat, ik ga even op een centraal punt staan, hoor. Dan moet ik even goede belichting hebben. Ik maak dus hier en daar maak ik intro's en outro's. Meestal intro's, maar dat zet ik nooit op YouTube. Dat zet ik meestal... Ja, gewoon op mijn bureaublad en na een tijdje verwijder ik het weer, omdat ik er niks mee doe. Maar dit keer heb ik dus een intro gemaakt voor Run Crew, voor dit kanaal. Dus die ga ik nu even laten zien. Dan moeten jullie even in de comments laten weten wat jullie van die intro vinden. Everybody fucking go! Oh, focus niet. Ja, autofocus. Stop, dankjewel. Ik ben heel blij met deze nieuwe camera, echt waar. Ik wil het volgende even doen. Mochten jullie mij nou niet... Ik ga er even goed bij zitten hoor. Mochten jullie mij nou nog niet op Instagram volgen, doe het dan even. @Dave_Broekhuizen. Dat is mijn Instagram account, dus wil je me volgen, volg me daarop. Daarop ben ik actief. En volg ook even de rest van mijn crew. Staat allemaal hier beneden in de beschrijving. Zo, wiebel een beetje met mijn camera. Ik zit op mijn broertjes bed, want ik heb hier de beste belichting van het weer. Het is echt kut weer trouwens. Het regent heel de dag al. Leuk. Ik wil je ook even vragen. Om even te abonneren op Squad moet je zeker abonneren. Die hebben bijna 600 abonnees. Ik kan ze naar de 600 helpen. Het zijn echt super toffe gasten. Ik ga daar binnenkort mee naar een verlaten gebouw. Gaan we allemaal filmen. Wordt super tof. Zoals ik al zei. Hele toffe content komt eraan. En ja. Dus dan ga ik zaterdag ga ik sowieso naar 010 Tricks. Ga ik tricks doen. En daarna kijken we wat er gaat komen. Dus, ik heb sowieso nog een hele lijst met video ideeën. Dus dat komt allemaal goed. Ja. Like en abonneer even op dit kanaal sowieso. Als je toffe shit wil zien. Ik liep dus even naar beneden en ik wou dus met de auto wou ik even naar onze grond gaan, want we hebben grond gekocht en daar gaan we nu een huis op bouwen. Alleen mijn moeder is weg, dus we kunnen er niet heen en ik wou het jullie graag even laten zien, maar dat kan dus niet. Jammer. Oké, we mochten afvragen, ik heb 3 huizen, dit is zo, 4 huisdieren, 3 katten, 1 hond. Maar wat het grappig is, een paar van mijn, 2 van mijn huisdieren, die hebben iets heel raars. Dit beest hier zo, deze kat, die likt aan een Luxeflex. Ja, dan denk je Luxeflex. Dit beest likt hieraan. Die likt gewoon hier het stof eraf. Hallo, is alles wel goed met jou?
Prima, toch? Ja, dacht ik al. En ja, dat is gewoon een geval apart. Ja, dat bedoel ik. Die rent gelijk weg. Doei. Wat doe je? Ja, ga er maar af. Het is ook echt vervelend weer hoor, dus ik kan niet de trampoline springen. Staat op mijn Instagram account. Nogmaals, volg me even. Heb ik een dubbelback en een Randy geland. Dubbelback was hier, in mijn achtertuin, met Ferron, Ryan en Daan. Shoutout naar hen, de jongens. Dit zien jullie sowieso waarschijnlijk wel, want meestal zeg ik het in de groepsapp van Run Crew als ik een nieuwe video heb, maar... Ja. Dus zoals ik al zei, er komt hele goede content aan. Want ik kan weer lekker full HD 4K filmen en foto's maken. Dus dat gaan wij zeker doen. Dus kan je niet wachten op de video's die er nu aan gaan komen. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer hieronder. Dat rode knopje is volledig gratis. Gewoon op klikken. Kan geen kwaad. En dan zie ik bij de volgende video. Later.